Yes mensen, daar zijn we eindelijk weer terug van weg geweest. Ja, waar zijn we geweest? We zijn natuurlijk een beetje heerlijk op vakantie geweest. Ik ben echt letterlijk vannacht thuis gekomen. Het is nu 10 uur 's ochtends. En ik had dus echt het perfect gepland. Alles. Voordat ik op vakantie ging tot aan gisteravond. Ik had namelijk ook nog in mijn agenda een puntje gezet met vergeet je niet aan te melden. Ik had het nog in de agenda gezet. Gistermiddag lag ik bij het hotel nog aan het zwemmen. Ik dacht, ah, dat komt nog wel vanavond bij het vliegveld of wat dan ook. Gisteravond, toen ik thuis kwam, volgens mij dacht ik er nog aan. En ineens, ik ben gaan slapen en ik wist letterlijk niet meer welke dag je nou wel of niet kon aanmelden of wat dan ook. Kortom, het komt erop neer. Ik kan geen Weekend League met mijn account spelen dit weekend. Het is heel raar, maar het kwam ook doordat Koen Pax met Paski op vrijdagochtend nog had geüpload. Ik dacht van, oh, dus ik heb dan tot en met zaterdag nog. Ik weet niet waarom, maar ja, ik had het gevoel dus dat vrijdag 3 wards waren en zaterdag eerste dag Weekend League, omdat het dus mijn eerste echte eigen dag was om te spelen. Maar ja, ik wist gewoon niet meer hoe en wat. Kijk, zoals je kan zien nu in het scherm, ja, ik kan niks. Je bent gekwalificeerd voor de volgende Weekend League. Ik heb het dus gelijk geprobeerd. Waarschijnlijk ben ik dus 2 uurtjes of 1 uur te laat geweest, want er stond 1 dag en 23 uur. Dus ja, ik zag 1 dag en 23 uur en dacht, nee, dat meen ik niet. Als ik me volgens mij voor vanochtend vroeg 9 uur nog had aangemeld, dan had ik nog kunnen spelen. Maar ja, het is nu 1 dag en 22 uur. Dus we zijn, ja, zoals je kan zien, te laat. Ik kan niet spelen, ik kan alleen kijken. Dus ja, dat is wel echt kut. Ja, hoe we dat gaan oplossen, want we spelen natuurlijk Pax met Paski klassement. Ja, ik ga even kijken, gewoon letterlijk of ik het of mijn tweede accountje kan gaan gebruiken. Heel slecht team waarschijnlijk, maar goed, dan, ja, dan kunnen we maar in ieder geval wel voor het klassement nog 30 potten spelen. Stel, Koen haalt top 100 en ik speel niet. Ja, ik weet niet sowieso hoe we dat gaan oplossen. Dus de enige reden waarom ik het natuurlijk gewoon nog zou gaan spelen is voor dat klassement. Anders zou ik dit weekend gewoon vrij nemen. Ik ga even overleggen, kijken of ik tussen tweede accountje kan regelen. Mijn eigen tweede accountje eventueel. Of gewoon zeggen, ja, we skippen dit weekend en we gaan gewoon andere content maken. Ik ben ook heel erg druk dit weekend, toevallig ook nog. Dus ik had het dus precies zo gepland dat ik gisteravond landde en morgen voor gelijk weekly zou starten. Maar helaas, ja, anders zouden we op dit moment nu gaan streamen. Maar ja, ik kan er niks anders van maken. Ik moet heel even kijken hoe ik dit ga oplossen. Maar dat, ja, deel ik met jullie. Ja, geen lange video dus nu. Het is echt gewoon letterlijk nu net gebeurd. Dus ik denk van, ja, ik deel het maar gelijk met jullie. Ik ga in ieder geval voor zorgen dat we gewoon alsnog content hebben dit weekend. En anders dat ik op mijn tweede account misschien Weekend League kan spelen. Dat was nog voor het klassement mede. Maar dat laat ik dus nog weten. Geniet van jullie weekend. Succes met de Weekend League. En we zien elkaar weer snel.